Maandagochtend vroeg mochten geïnteresseerden een kijkje nemen op het dak van het Snellius-gebouw in het Leidse Bioscience Park. De afgelopen maanden zijn er 600 zonnepanelen neergelegd, maar dat is niet het enige. Het is een dak met die volledig is bedekt met sedum. En daarbovenop zijn gelegd de zonnepanelen, 590 stuks. De sedum zorgt voor de koeling van het dak en de zonnepanelen spreekt voor zich, wekt de stroom op. Dat is heel uniek, hè? Dat is heel uniek. Het is de grootste van de Benelux die op deze manier is gerealiseerd. Ook de Leidse wethouder Fleur Spijker klom naar boven voor een rondleiding op het duurzame dak. Ik ben ontzettend trots dat de universiteit dit heeft verwezenlijkt. Want ja, het grootste gecombineerde groene dak in de Benelux, ja, dat kunnen we alleen maar als goed voorbeeld hebben in Leiden. En volgens mij kan het ook alleen maar in Leiden. Wij zijn ook echt bezig om met die energietransitie en met de biodiversiteit en vergroening een enorme slag te maken. Gaan er meer van dit soort daken in Leiden komen? Nou, we zijn sowieso bezig om alle daken zoveel mogelijk goed te benutten. Dat doen we ook op een gemeentelijk vastgoed. Maar dat hebben we natuurlijk ook bij iedereen die een eigen woning heeft. Daar proberen we dat allemaal te stimuleren. En je ziet dat dat ook steeds breder wordt opgepakt. Wij hebben de ambitie om vanaf nu alle zonnepanelen daken die we nog gaan plaatsen. Want we hebben er al 9 staan in Leiden. Om het op deze manier te realiseren. Het duurt nog een jaar voordat het sedum volgroeid is. Wethouder Spijker belooft om dan nog eens een kijkje te komen nemen.